Wat is het opeens stil? dacht de man. Hij zat daar alleen in de warme kamer. Hij riep de jongen, maar kreeg geen antwoord. Hij ging naar de stal, maar de stal was leeg. Daar waren geen schapen, en geen ezel, en geen koe, en geen os. Buiten zag hij de sporen van de dieren en de sneeuw, heel veel sporen. Die dekselse jongen, hij heeft mijn dieren gestolen, schreeuwde de man.